Goedemorgen allemaal, ik ben moe en het is vandaag dinsdag 12 september 2023. Ik heb vannacht niks geslapen, want ik deed mijn ogen dicht voordat ik ging slapen. En toen probeerde ik in slaap te vallen, maar het werkt niet. En het komt door dat ik gisteren cappuccino gedronken heb in de pauze. En dat was niet de bedoeling, maar dat het zo'n gevoel van het was alsof ik wakker ben in de avond of 's nacht. Maar helaas, pindakaas, het gaat gewoon bij mij niet zo goed met mijn hoofd vanwege door de koffie. Dus voor mij is beter geen koffie drinken, want mijn hoofd kan het niet tegen. Als ik weer koffie drink, dan kan ik niet slapen. Dus ik zal me niet meer doen en dat beloof ik. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, hebben jullie lekker geslapen? Mooi zo. Jullie zien er goed uit. Ik ga jullie verzorgen. Het is nu 7:43. Ik moet opschieten naar mijn werk. Oh nee, er is een probleem met mijn fiets. Kijk, ik denk dat de ketting die los staat of weet ik niet wat aan de hand is. Hij doet het niet. De ketting van mijn fiets van achterkant is losgegaan en het zit in onder de bak van mijn fiets. Ik kan helaas deze niet opmaken, want dan heb ik een schroefje nodig om dit los te maken. Ik vind het heel jammer dat de ketting van mijn fiets springt zomaar los gegaan tijdens toen ik fiets was aan het onderweg naar mijn werk. Maar ik heb een plan. Ik ga andere fiets nemen en die rijd ik onderweg naar mijn werk. Maar die fiets, die ketting die los gegaan was, die ga ik vanmiddag, nou als ik klaar ben met mijn werk, breng ik die naar de fietsenmaker en daar gaan ze oplossen. Dus kom goed. Ik ga bellen naar mijn werk, even laten weten aan hun. Hallo, met Dan. Ik kom maar iets later, want mijn ketting van mijn fiets is losgegaan tijdens toen ik fiets onderweg naar jullie toe. Ik ga doorgeven. Ja, ik ben ongeveer over 10 minuten er, want het is echt balen. Ja, zeker. Ik ga het even voor je doorgeven, goed? Top, want ik dacht van, ik bel jullie om laten weten. Als er wat gebeurd is, moet ik zo snel laten weten. Ja, dat doe je goed. Hartstikke goed. Ik geef het door. Is goed. Succes, ik zie je straks, hè? Ja, tot straks. Doei. Nou, opgelost. Ik ben blij dat ze niet boos zijn op mij. Want het was echt nodig om aan hun te laten weten, van tevoren zo snel mogelijk. Als ik laat ben, rond na 8 uur, bellen naar hun, dan denk ik gewoon dat ze zeggen naar mij, waarom bel je niet eerder? Dat is niet de bedoeling, dus voor 8 uur, als wat gebeurd is, dan doe ik gelijk. Jee, daar is Albertijn. Ik heb zin om te gaan daar werken. Let's go. Het is 16:14. Ik ben klaar. Al met mijn werk. Ik ga lekker fietsen op naar huis. Jeho. Ik ben naar huis geweest. Ik heb de vloer van mijn slaapkamer opgeruimd. En daarna bracht ik mijn fiets naar de fietsenwinkel om de ketting te herstellen. En daarna ga ik bekijken wat ik ga doen. Ik ben voor allereerste keer in deze winkel geweest. En toen heb ik deze Slip Choco gehaald. En het ziet er wel lekker uit. Want het lijkt net zoals van virtuele chocolade ijsje. En daar hou ik van. Dus oh, ik word blij van om dit ijsje in mijn hand te hebben. En ik voel het lekker. Wauw, het ziet prachtig uit. Ik zal hem even gaan proberen. Hij is best lekker. Want op social media kom je ook wel eens virtueel ijs tegen met chocola. Maar in het echt ziet het super mooi uit. Schitteren. En ik ga er plezier van maken. Hallo. Lars. Ik ben hard aan het werken. Was aan het fietsen. Hij zag mij en toen vroeg hij aan mij om te gaan foto maken. Toen heb ik hem geaccepteerd. En als ik nee zeg, dan is het wel best zielig voor hem. Dus ik heb hem laten foto met mij gedaan. Hey Lars,
Je bent harde werker, je bent topgozer. Ja. En ik hoop dat het goed komt met jou. Dus zorg ervoor dat je goed op tijd bent naar je werk. Ja, de baas zal super trots op jou zijn. Dankjewel. Nou jongen, werk ze aan, grijp ze aan, tijger. Dankjewel. Doei. Doei. Goede herinneringen voor vandaag. Deze jongen is een fan van mij en hij kent mij. Waarvan ken je mij? Van YouTube. Mm-hmm. En weet je, toen ik jou zag, liep ik naar je toe. Mm-hmm. Weet je wat ik wil? Nou? Ik zou je schenken met mijn vriendelijkheid. Dankjewel. Dat is het enige. Toppen. Ik help je fiets. En voor jou alvast voorbereiden, dat is het. Nou. Nou, veel plezier met onderweg naar huis. Dankjewel. Zorg dat je op tijd bent. Ja, jij dus. Ook. Doei. Doeg. Ik was aan het lopen. Opeens kwam er een geluid van een hond jumpscare tegen. Ik was bang. Oh nee. Ik ben vandaag vergeten om naar Use Products te gaan om te vragen voor beloning. Oh, wat vreselijk dit zeg. Rustig maar, kan gebeuren. De blaffen van hond is weg en ik ga hem een keertje naar Use Products toe. Dames en heren, deze plaatje kennen jullie wel. Haar naam is Sarah Doe. Ik ben fan van haar. Want zij maakt een heleboel leuke TikTok-filmpjes. En ik ben trots op haar dat zij heeft dat bereikt tot heel veel volgers. En ik heb haar in de verleden tijd ontmoet bij YouTube Catherine. En zij is super lief in het echt. Omdat haar hand ging aan mijn hoed aaien. Oh, ik zal echt nooit meer vergeten, Sarah Doe. En Sarah Doe, ga zo door met TikTok maken en doe je best met social media als werk. En ik reken op je. Ik check af en toe bij jouw story en post en TikTok video, whatever, van alles zeg maar. In de coronatijd, toen wilde ik Sarah Doe helpen om uit de corona protest uithalen. Terwijl zij zat er vast bij Vondelpark en dat vond ik ontzettend zielig. Maar gelukkig heeft zij zelf voor uitgang gevonden. Ik was opgelucht in de trein toen. Dat was heel lang geleden. Maar corona heb ik vergeten en Sarah Doe is al veilig. Als ik bij haar was in de buurt, dan kon ik haar meteen redden. Om naar een veilige plekje toe te brengen. Want dat was mijn wens. Om haar in geluk te brengen. Het lijkt me leuk om Sarah Doe in het echt weer te zien. En dan wordt het elkaar reunion. Ik en Sarah Doe te gaan samen TikTok maken. En ik hoop dat zij ook zelf wil. Ik ben veilig thuis. Ik ga video afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei allemaal.